Kunt u zich in het kort voorstellen? Ik ben Celia, 49 jaar, getrouwd met twee kinderen, twee meisjes, eentje van 16 en andere van 12. Ik ben hierheen gekomen toen ik 4 was en sindsdien woon ik met mijn ouders in Nederland. Als Almeloze staat u als kandidaat op de lijst van de Partij van de Eenheid. Klopt. Op welke plaats staat u precies? Tweede. Ja. Waar staat uw partij voor? De rechten van zoals iedereen beschermen, dieren, minderheden, zelfs homo's. Terwijl het een islamitische partij is, willen ze toch iedereen beschermen. Ja. Wat zijn uw verwachtingen om gekozen te worden in de Tweede Kamer? Ja, de kans lijkt wel klein op dit moment, omdat we niet alle kiesgebieden hebben. Wie weet. Stel dat u gekozen wordt, wat wilt u dan bereiken met uw partij? Ik wil vooral voor de minder bedeelden iets doen. De rest kan me niet schelen. Echt voor de minder bedeelden. Ja. Als u nou niet gekozen wordt, wat gaat u dan daarna doen? Dan nog verder gaan met de kleinschalige charities die ik op dit moment doe. En ik heb ook in mijn omgeving heel veel mensen verzameld die mensen helpen die het minder hebben. Dus ja, dat is ook bevredigend werk. Waaruit komt uw motivatie voort om anderen te helpen? In 2010 ging ik failliet. En het was zo erg dat ik mijn bedrijven niet failliet kon laten verklaren. Er stroomde geen geld binnen. Het was 2011 was een jaar dat er geen 8 maanden dat we geen inkomsten hadden. En toen wist ik even niet waar ik me moest melden, bij wie ik moest aankloppen. En ik had mijn eigen familie om me heen. En later ging ik denken van, ja, hoe zit het nou met alleenstaande moeders? Of alleenstaande vaders? Of mensen die binnen een dag alles verliezen, hoe gaan zij dit hun leven weer oppakken? Ja. En hoe bent u uit die periode opgekrabbeld? Dankzij de hulp van mijn zusje, die is cardioloog. Ik kan haar niet goed bedanken. Ja. En van daaruit zegt u, ik ben zo dankbaar voor die hulp, ja, dat ik anderen wil helpen. Ja, ja. Dat was ook de voornaamste reden dat ik ja heb gezegd. Het kwam plotseling op mijn pad. En, ja. Dank u wel voor dit gesprek en ik wens u heel veel succes toe. Dank u.